Heb jij nou ook wel eens dat je op de wc zit en je wil wat weggooien in je prullenbak? En dat je kijkt in je prullenbak en dat er allemaal bier in zit? Bovengevers. Een pedaalemmer gevuld met 3 liter bier. Allebei zo snel mogelijk proberen dit op te krijgen. Degene die wint krijgt helemaal... Wat krijgt de winnaar? Hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, geheugenverlies, leverschade. Gewoon weer 3 liter bier. Waarom in een pedaalemmer. De doenebank zit dus niet. Die doen wel andere gekke dingen die wij wel weer niet doen. Laat ons gewoon... Ik heb in mijn stront gestaan. Kijk, en hij gaat gewoon weer. Ik snap niet wat de fuck hij aan het doen is, maar hij doet het elke keer. Oh. Maat, die hele emmer is leeg. Dat was echt zoveel. Ah, maat, nee. Niet? Nee. Volgende slokje. Als je geen zin hebt om te wachten totdat het leuk wordt, moet je even 40 seconden skippen. Bankzitters collab. Jij mag ook weer gewoon een slokje nemen als je dat wil, hoor. Ik zit hier echt niet op te wachten. Dan moet je gaan staan. Het gaat wel snel, hè, bij jou. Je bent wel echt goed met atten, man. Nou, sorry, maar ik kan dat niet. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de sloomste drinker van het land? Even voor de duidelijkheid, hè. 3 liter. Maat. Inderdaad, een 3 liter maat. Bro, wie zuipt er nou een emmer met bier? Ik ga jou zo echt afbreken, jongen. Waarom slurp je? Dat maakt het zo moeilijk. Zit die deksel niet een beetje in de weg, Jer? Ik wil hem niet slopen, maar... Ik heb er geen zin meer in. Oké. Dat was te veel van het goede. Mijn buik. Au. Ah, mijn lip! Ah, mijn lip zat tussen de prullenbak. Oh. Ik denk dat dat een zin is die nog nooit iemand heeft uitgesproken. Ah! Oh mijn god. Als je lip was en in de prullenbak, dan ga je... Nou mag jij. Volgens mij ben jij verder dan ik ben. Ja. Rustig aan. Eerste liter zit erop. Nou ongeveer wat, 5 minuten of zo. Hey, hi. Oh fuck. Hij kan dat ook gewoon. En ja, we drinken echt. De bodem is in zicht. Wat? Nee joh. Ja. Nou, ga jij maar even naar de wc, dan ga ik wel drinken. Ik hoef al niet meer, ik heb al geplast. En hier net. Niet kijk. Nee. Ik heb je ingehaald, kijk. Dit was letterlijk 1 minuut werk, ongeveer. We hebben trouwens onze setup geüpgrade. Ik heb mijn setup geüpgrade. Zendertjes. Alles erop en eraan. Ja. Dat is wel duur. Als jij wil beginnen met YouTube... Niemand hoeft jouw verhaal te horen. Joe. Godverdomme. Oh, nee. Jij krijgt 2 minuten om jezelf te verstoppen. 1 minuut en 30 seconden. Ja, rustig aan. Ik heb maar een minuut nodig. Dit is moeilijk. Er zit nog zoveel in de emmer. Komt hij ineens terug? En die gelukkig heb ik geen plank voor je kop, maar neksel op je hoofd. Nee, ja. Je krijgt nog 30 seconden, Jer. Heeft hij gehoord. Ik hoorde Jer zojuist de voordeur uitgaan. Ik weet dat je mij ziet praten, Jurian. Ik ben natuurlijk niet doof. Ik heb even mijn bak uit de prullenbak gehaald. Dat drinkt net wat makkelijker. Oh. Hij gaat me hier toch nooit vinden. Maar zoals je ziet is mijn bak al best wel heel erg leeg. Ik denk dat het nou wel een beetje tijd wordt om Jer te gaan zoeken. Want ik hou de tijd eigenlijk echt volledig niet bij. Nou Jer, waar de f*** zit je? Sowieso niet binnen. Hij heeft mijn sleutel bij de... Mijn autosleutel is weg. Ik moet wel mijn huissleutel meenemen, want anders kan ik er dadelijk niet in. Eerst buiten kijken. Poeh, ik word wel een stukje zat daar nou, zeg. Zo dikke netter, hé. Ik heb hem gevonden, nu al. Jezus, wat is dat snel, zeg. Bro, ik ben echt letterlijk... Hoe lang aan het... Waarom de fuck loop je helemaal daar en dan kijk je hier? Waarom doe je dat? Ik ben gewend om goed te kijken, Jer. Misschien gewoon een keer slecht kijken en niet goed kijken. Misschien dat doen en dan mij gewoon een keer laten winnen, hè? Ik denk dat ik naar huis ga. Ja, ik vind het helemaal niet fijn dat ik... Dat Jer zoiets nou, tegen mijn huis en tuin, en zo. Dan kan dat zeker weten. Aardig. Maar moet je wel je inschrijven via bovengevers@gmail.com. Kom op, man. Als je dit wint, krijg je 20 euro. Bro, jij wil zo hard dat ik ga barven, bro. Jij wil echt dat ik ga kotsen, man. Is goed, dan ga je krijgen ook, hè. Oh, de bodem is in zicht. Echt? Ja. Dat had ik zeg maar 3 jaar heel lang geleden. Nee, dat had ik niet moeten doen. Ik ga nu gegarandeerd kotsen. Ik wil even proeven hoe dood jouw bier is, oké. Ik snap wel dat je moet kotsen als je dat drinkt, ja.
Drinken uit de prullenbakken, bro. Dus eigenlijk net zo vies. Je hebt een minuut om te verstoppen, Jurian. Dan ga ik eerst nog even 20 seconden drinken. Ja, maar je moet die emmer meenemen. Wat ben je al aan het doen? Ik wil niet dat je wint. Als je niet wil dat ik win, dan laat ik die emmer hier, oké? Okay? Dit gaat niet betekenen dat hij ook gaat winnen, natuurlijk. Ik heb ongeveer nog 25 seconden. En ik ga niet eens tellen. Nou, mijn bier is echt dood, man. Ja, ik denk dat hij nu ongeveer genoeg tijd heeft gehad. Ik hoorde wat. Ik zweer het. Hij zit of in de achterbak. Ik zit niet in de achterbak, Jur. Of deze jongeman zit hier gewoon ergens. Kijk, dit is de eerste plek waaraan ik dacht, hè, jongens. En waar zit hij? Ik zie gewoon hier een knie met echt een koude veel haren. Ik zit klem. Ik kom over. Ik ga weg snel. Hoe de fuck wist je dat? Hij zag mijn audio lopen en jij dacht, hij zit onder de wastafel. Ja, ik zweer het. Nee, stop. Hij gaat in mijn mond zitten. Het werkt wel om je... Als je dat niet goed hoort, jongens, kom op. Hilarisch. Ik weet gewoon dat als, omdat hij nu die camera in zijn handen heeft, kan ik winnen. Kom maar, even hoor. Jongens, wat is het toch moeilijk om een drinkchallenge te doen met Jurian. Deze jongen is zo goed in drinken. Als ik dan hier zo naar die klep kijk, dan denk ik echt van... Oh, God. En dan kijk ik naar die van mij en dan denk ik... Oh mijn god, er zit in mijn longen. Ik wil jullie toch nog eventjes de setup laten zien. Wil je nou echt professioneel filmen met YouTube? Dan is dit wel echt de ideale setup. Zender, lampje, extra handvat. Dan heb je ook wel echt wat. Journey kotsen, hè? Nee. Nog niet, hoor. Wow. Oh, we gaan drinken. Ik had bijna mijn deurklink in mijn arm. Tesla-vering gevonden in een 5 euro pomp van de Action. Oh mijn god! Dat is sowieso 30.000 kilowatt. Zie, dat is net energy. Als je dit opdrinkt, voordat ik het op heb... En ik ga natuurlijk wel mijn best doen, want ik ga je 50 euro geven als je wint. Nah, bro. Mijn maag kan het niet aan. Klaar maar. Als ik nu een hele liter in één keer op moet drinken, bro. Dan misschien kotsen binnen een uur en een half uur. Blijf dan hangen. Oh. Ja, dan komt het al. Ja, dan komt ie. Oh, mijn god, bijna alle slijm. Ik slik elke keer verkeerd. Het zit dan hier in mijn sleutel, man. 65 euro, Jer. En je, als je dit opdrinkt voordat ik het op heb. Je kan er nog 10.000 euro maken, maar hoe hard ik dat ook nodig heb, ik kan dat niet. 10.000 euro! Oké! Nee, ik neem echt fucking mini-slok. Dit is zo fucking smerig. 65 euro van mij, misschien wel voor mij. Misschien hou ik het wel. Even verder. Kijk eens even. Dat is niet handig. Komt-ie, hè? Alle Brabanders hier. Wat leuk dat jullie kijken, joh. Want ik heb al gemerkt dat de Brabanders kijken. We gaan ooit een keertje met Brabanders gaan we een zuipwedstrijd doen. Nee. En dan zal je zien dat niet alleen Brabanders goed zijn in zuipen. Gelderland is eigenlijk Noord-Brabant. Is de mic nu aan? Ja. Het verschil tussen de emmers is ongeveer 1 kilo en een paar slokken. Ik wil niet per se nog veel zatter worden, dus ik ga nu wel echt... Nog niet je moet naar beneden filmen, want anders heb je mij niet goed in beeld. Nee, omhoog. Omhoog. Hup, hup. Ja, zo. We zijn ongeveer een uur en 10 minuutjes bezig. Laatste paar slokjes van de challenge. Nee. Ik moet eerst. Alweer? Je bent sowieso als laatste geweest, man. Nee. Je kutvlieg. Ja, maar dan heb ik in ieder geval de kans om nog geprobeerd te hebben om een liter te drinken. 65 euro staat er op het spel. Ga je 65 euro verdienen of ga je keihard kotsen de hele nacht? 65 euro verdienen zou ik wel voor gaan. Tuurlijk. Kan dan ik kan je ongeveer een hele week van leven. Ja, dat is waar. Nee, dat is zeker waar. Hier in Nederland zelfs. Jer eet ongeveer alleen niet eens ontbijt en alleen avondeten. En dat is niet eens brood. Dus ja, wat heb je eigenlijk aan brood? Niks. Komt-ie, hè? Een liter bier. Ach, maag. Dit staat er op het spel. Als je dit in één keer opdrinkt, dan verdien je het ook wel echt, man. Die dan verdien ik het wel. Maar dan vind ik het zelf ook wel dat ik het verdien. Als ik al een bepaalde kant op kijk, dan ga ik kotsen. Ah, ik wil niet. Ik wil echt niet. Ik wil zo niet... Weet je hoe lang ik erover doe om dat eenmaal op te drinken? Ook al wil ik mezelf ertoe zetten, het lukt niet. Het lukt gewoon niet. Weet je hoe fucking veel dat nog is? Nu is het niet meer zoveel omdat ik het eruit heb gegooid, maar je weet toch. Shit. Huh? De f*** doet die 10 euro in mijn bakje? Ik denk dat die 10 euro heel graag in mijn broekzak wil belanden.
Jij hebt zoveel geluk, hè, dat jij zo snel kan drinken. Hey. Dat heb jij al 10 keer gedaan of zo. Stagelaar! Ja, dit zijn zijn laatste slokken. Ik kan er niks anders van maken, maar hij heeft gewonnen. Ah, kom op, man. Ik heb gewonnen. Jer heeft 10 euro verdiend. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Als je pedaalemmer, krijg je buikhaar. Dit is niet een goed eindje voor de video. Joh, ik weet toch. Als je mij verslaat, dan reis ik je vergoedkosten. Yeah. En dan krijg je ook nog 50 euro. Want ik heb nu niet mijn best gedaan. Dat rijmt. Precies. Outro. Overgeven, bro.